Op deze eerste groene zondag van het jaar antwoorden wij op de eerste lezing met Psalm 96. En je moet de tekst er eens bij nemen en letten op de hoeveelheid van bevelen die daarin staan. Huldigt, huldigt, huldigt. Zingt, zingt, zingt. Gaat, beeft, spreekt. Het houdt niet op, het is het ene bevel na het andere dat wij met die oude gebedstekst in de mond nemen om het te zeggen aan onszelf en aan de hele wereld. Huldigt God en zingt voor hem. Waarom eigenlijk? Waarom komen wij samen om in onze liturgische diensten eer te brengen aan God? Om God te loven. Dat is de diepste beweging van elke liturgische dienst, ook van de Eucharistie. We komen niet in eerste instantie om er iets te ontvangen, om er iets te zoeken. Iets voor onszelf. Nee, we komen hulde brengen aan God. Denk aan de drie koningen en hun geschenken. Maar dus, waarom eigenlijk? God heeft dat eerlijk gezegd niet nodig. Het is niet een soort van cultus van een of ander wezen dat zit te smachten naar zelfbevestiging en wil horen van anderen hoe groot hij wel is. God staat daarboven. Toch de God die wij willen aanbidden. Nee, binnen de christelijke liturgische wereld is het loven van God iets dat ons ten diepste ten goede komt. Wij geloven namelijk dat dat het toppunt is van mens zijn. Wij worden maar helemaal onszelf als wij ons verhouden tot de bron van ons leven. Tot de kern van ons bestaan. Zolang we dat niet doen en we leven van God los, komen wij niet tot onszelf. Vinden wij niet onze diepste stroming. Maar vanaf dat moment dat we dat wel willen doen, dat we daar tijd en energie in willen steken, dan leren we ook onmiddellijk wat de enige mogelijke juiste verhouding is tot het centrum van het bestaan, tot onze schepper. En dat is er een van ontzag. Van doorhebben hoe klein wij zijn tegenover de absolute bron van het bestaan. En die kleinheid drukken we uit door ons letterlijk klein te maken. Door ons te buigen. Door te knielen. Door in de Bijbelse termen zelfs plat op de grond te gaan liggen. Het gebeurt zelden in de liturgie, maar ga maar eens naar een diaken of priesterwijding. Wij maken ons klein om te laten zien dat we wel degelijk doorhebben wat de juiste verhouding is die wij aan te nemen hebben als mens tegenover onze God. En in de mate dat we dat kunnen, worden we paradoxaal genoeg groot. Worden we onszelf. Huldigt de Heer, prijst hem, looft hem. Het is de enige en kortste weg naar de beleving van de diepste menselijke identiteit. En dus willen we die houding verder aanleren, doen groeien in onszelf. Willen we dat ook doorgeven aan elkaar. Het is daarom dat die oproep klinkt in de psalm. En dat er niet gewoon staat, ja, hier ben ik en ik kom u huldigen, God. Nee, we wakkeren het verlangen om dat te doen bij elkaar aan. En we gaan er zelfs mee naar buiten. Uiteindelijk is elke missionaire beweging fundamenteel daarop gericht. Opdat mensen de juiste verhouding ontdekken met onze God. En daardoor dichter bij zichzelf komen. Dichter bij het mens zijn. En dat wij daardoor dichter bij elkaar staan. Eén Vader en alle mensen zijn kinderen, broers en zussen van elkaar. Huldig de Heer.